Wat voor alle wapens die vent. Staan blijven het aangehouden. Hoe heeft een mini? Hij heeft een best wel sterk wapen. Nog een Daisy. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor. Yo mensen, super tof dat je me kijkt bij deze nieuwe video. We gaan vandaag weer LSPD ervaren. En vandaag in als de beveiligingseenheid. Ik heb een schotwond in mijn rug. Waarom weet ik ook niet. Maar ja, dan negeren maar gewoon even. Vandaag gaan we in de Volkswagen, weet ik weer, de Tiguan of zo. Nee, Touareg of zo volgens mij. Niet de Volkswagen Tiguan, dat is een andere. Maar in ieder geval vandaag in deze prachtige wagen. We hebben vandaag de SMG. Even kijken alweer. Schootgeluid is ook weer wat realistischer, net als alle andere wapens. We hebben hier natuurlijk de klok. De taser en waarom we deze hebben weet ik ook niet. Ik denk dat dat standaard in deze auto zit. Dus dan krijg je hem meestal. We gaan vandaag ook gewoon weer op melding af. We gaan de beveiligingseenheid die beveiligt er ook al veel. Oh, daar gaan we eventjes mee ondersteunen trouwens. En daar houden we gewoon even zo hier in de gaten. Maar ik weet wel dat ze echt grote dingen zoals evenementen of zo beveiligen. Dus waar wij gewoon gaan doen, wij gaan achter deze man aan. Die nou wel doorgaat. Oh, ik heb er helemaal geen zin om nog deze vent aan te rijden. Stop eens. Ja, vriend gaat aan de kant. Je ziet dat ik aan het knallen ben. Hup, uitstap, politie. Handen laten zien, handen laten zien. Oh, yeah. Nee, ik wou je. Oh. Ja, laat ik maar dan. Nou, sirene zit ook mooi aan. Nou, laat ik maar dan. Dit was niet mijn bedoeling, sorry. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens. Hier gaan we naartoe. Iemand die zelfmoord wil plegen. Weet u alstublieft, prio 2. Prio 2 onderweg. Iemand die dus zelf wordt verplegen, daar gaan wij ervoor zorgen dat hij dat niet gaat doen. En ik snap waarom ik prio 2 moet rijden. Ik ga hem daar ook gewoon uitzetten door mijn lichten. Want misschien triggert dat omdat we gaan springen, zeg maar. Ik ga sowieso niet met licht aan, want dan denken ze misschien van... Oh ja, dit is niet goed, dan gaat hij misschien ook springen. Dus daar gaan we voor alles eraan doen dat hij niet gaat springen. Ik rij ook gewoon rustig aan, want ik ga er ook niet als een gek aankomen. Ja, joh, welke kant ga je nu op de Jeep? Kom op zeg, kies een kant. Waar ruimte is. Nou mogen ze echt de GTA anders doen hoor. Even toeteren, dat is denk ik niet heel erg, denk ik. Ja, kom op jongens, maak dan wat ruimte voor mij. Oh ja, het is hier helemaal afgesloten, dat snap ik. Nou, wij gaan vandaag eens... kijken, BMW staan hier. Ik zie Volkswagen. Ja, en waarom hebben jullie niet de juiste uniforms aan? Kijk, dat is nou heel raar. En dan hebben ze bij... Hoe heet dat? Bij geen meldingen hebben ze dan allemaal de foute uniform aan. En dan bij... Maar geen meldingen hebben ze allemaal de goede uniform aan. Maar ja. Of waar bij de hand. Bij wie moest ik melden? Bij jou? Denk het wel. Hi. Waar is die persoon? Zo, helemaal daarboven. We need to go up too fast. Ja, ik ga mijn best doen als ik dat op kan. Maar hoe? Hoe kom ik daar zo snel mogelijk op? Want... Ja, dan moet hier. Jeetje, ik moet helemaal naar boven. Nou, prima.
Go, 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 lopen, lopen, lopen. Ja, als agent hiervoor, maar is het ook zo zwaar hoor, ook in het echt. Kijk, dan zijn we nu pas, jongen, als ik hier al val, ben ik al dood. Dus niet hopen dat ik niet ga vallen nu, want dan schiet het niet echt op bij deze melding. Dus deze persoon is hier dus ook helemaal naar boven gegaan in de zon, oké. Wel een dikke graphics raam, jongen. Zo, ook gewoon zo'n hoog gebouw. Waarom zou je hier helemaal... Ik hoor een alarm. Moet je nagaan, dat gebouw is nog hoger. Moet je nagaan. Oké. Maar ik ga niet heel snel naar toe rennen. Als ik kan praten, dan blijf ik er ook goed staan. Ik wil niet van dichtbij. Oh god, ik wil hier niet springen. Mijn auto is ook gewoon weg. Oh nee, die staat er. Oké. You don't have to do this. Ga één. You need to come down and praten met mij. Ja, precies dat. Je moet naar beneden om te praten. Nee, ik wil hier blijven staan. Nou. I promise. Ik beloof je zal. Ik pak gewoon één. Dat je gevoel anders. Dus hij denkt van niet. You are not alone. Your family is with you. Ik ga nummer 1 niet pakken, jongens. I want to help. I can support you. Nou, als jij gaat springen. I can do it. Ja! Heb ik haar nou gered? Ik heb haar gered, jongens. Ik ben de held van de dag. Dankjewel. Joejoe. Fijne dag, joe. Ja, later. Wil je Mac? Ik wel. Ja, joe. Bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ja, rustig aan, collega. Ik ben niet er ook aan het rijden. Ik heb voor iemands leven gered, jongens. Let's go. Ik ben de helft van de dag. De brandweer is hier ook genoeg aanwezig. Ik ben heel blij mee. Ambulance is hier aanwezig. Helemaal top. Bots en botsing. De brandweer doet niks. Mijn collega doet niks. Ik ga ook niks doen. Nee, ik heb ook zo'n hele nieuwe meldingenpack toegevoegd. Alleen ik weet niet wat hij doet. Hij doet het wel. Dank u, Prio. Rijd alsjeblieft Prio 1. Ja, ik ga niet Prio 1, want het is ook een woonwijk hier. Search naar... Ik heb dat niet goed kunnen lezen, het ging heel snel weg. Voor een dode victim, wat is dat? Wat is een victim? Wat is dat? Met stopteken, jongen. Met een dode victim. Oh, wat is dat? Ik zie een kat lopen. Ik weet niet wat dat is. Oh, dit is die buurt van Franklin. Met jou met al die vrienden. Hey! Stoppen! Elkaar afstand houden! Nee, stop! Stop! Stoppen! Politie! U bent aangehouden! Stop! Staan blijven! Nee, jij gaat er nou niet van doorrennen, vriend! Staan blijven! Hup! Ik ga je taser als je nou niet stopt! U bent aangehouden! Neer aangehouden.
Je maakt het ook alweer lastig voor jezelf, hè, vriend, vind je niet? Ik wel. Ik ga even mijn auto halen. Als jij rent, ben je ook gewoon dood, weet je? Ja, dankjewel. Nou, we zijn die mensen hier ook weg. Maar ik weet nog niet dat hij ook weg is. Nee, hij is niet weg. Anders komt hij back-up nou voor niks. Ja, dit is hem, jongens. 1202 OC, we komen eraan. Ja, precies. Oh, die agenten zijn zo agressief, hè. Dat is niet normaal. Ja, ik ben geen EOD, jongens. Ik ben geen EOD. Oh ja, hier ga ik heen. Ja, maar ik ben geen EOD, jongens. En dat is de EOD, is de opruimingsdienst. Rijd alsjeblieft prio 1. Misschien wil ik dat binnenkort ook een keer gaan opnemen. Dat we er gewoon bommen gaan. Dank je. Oh, joh. Willen we dat ook? Dat ik als EOD ga? Dat lijkt me ook gaaf, hoor. Maar ja, ik weet niet hoe dat die motten al werkt. Ja, ik heb de meldingen wel in, maar... Ik moet even zoeken naar een gepanzerde vent. Ja, ik ken heel deze meldingen niet, jongens. Op zoek naar een gepanzerde vent. Dan loopt hij ergens beneden. Dan zou die beneden moeten lopen. Een heavy... Oh, dat betekent wel dat hij hier gearmoord is en hij is bewapend. Ik ga alvast een DZ-wagen eens toe aanbrengen. Eén DZ. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Mag hem lampen aan. Het AT is onderweg. Een collega vraagt om een assistentie. Joe, dank je. Ik zie hem zo! Hij is dik gearmoord, gek. Wat voor wapen heeft die vent vast? Wat voor wapen heeft die vent? Staan blijven, u het aangehouden. Oh, hij heeft een mini. Hij heeft een best wel sterke wapen. Nog een Daisy. Hier een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Zo. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance required in La Mesa. Yo, pas op, jongens. Waar is mijn backup, jongens? Waar is mijn backup? Daar is mijn backup. Oh, maar jongens, mag ik alsjeblieft even achter jouw beercat? Ja, gast, hoe gaan we deze vent nou aanpakken dan? Jongen, die vent is gewoon niet dood te krijgen, man. Jongen, die vent die knalt mij hier bijna dood, man. Ja, dat nieuwe geweergeluid, jongen, is wel veel mooier. Laat die handen zien. Ja, jongens. Die vent is gewoon niet dood te krijgen, joh. Oh, daar is nog extra Daisy, mooi. Dit is eigenlijk ook wel echt meer een DSI-melding, dit. Voor mij rijdt er boven ook nog gewoon politie, lokale politie. Ja. Hoe gaan we dit dan doen dan? Er zijn al twee DSI-leden dood. Oh, dat wordt nummer 3. Ja, ik had een ambulance, dat is lastig, want die knalde jou. Nu even een lokale sport team. Een bericht voor alle wagens. Het AT is onderweg. Een collega vraagt om een assistentie. En toen crashte mijn GTA.
En ja, en toen crasht mijn GP, ja. Rijdt alsjeblieft prio 1. Maar ja, die vent is nou wel dood, alleen nu crasht mijn GTA, maar dan, ja, dan sluit ik hier maar mij ook gewoon mijn video af. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker een duim omhoog toe, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie later weer bij een nieuwe video. Later. See you.